Leuk dat jullie kijken weer bij deze nieuwe video. We zijn er een paar weekjes uit geweest, dat weten jullie ook. En zoals ik in de vorige video al aangaf, wij zijn zeker doorgegaan met stoken. Alleen hadden we wat problemen met uploaden helaas. Er was een misverstand met YouTube, waardoor we niet konden uploaden. Wat heel vervelend was natuurlijk, voor jullie ook. Maar we hebben de video's wel gewoon opgespaard en het is nu opgelost gelukkig. Ze dachten dat we, weet ik veel, gekke dingen deden. Iets met wat er nu ook allemaal bezig is op YouTube met pedo's en zo. Hetzelfde als wat al die familievlogkanalen hebben, hadden wij dus ook. Terwijl we dat helemaal niet doen. Er komen niet eens jonge kinderen in beeld, los van de cameraman. En dat is nu gelukkig verholpen. En we zijn nu op locatie en we gaan wat leuks doen namelijk. Want we hebben echt super zieke shit bij, ja, waar ik nu niet bij kan. We hebben die Zena Shellkit nog steeds van oud en nieuw liggen, wat overigens wel heel raar is. Dus we hebben wat leuke dingen, namelijk de Zena Shellkit. Iedereen kent het wel natuurlijk, rond oud en nieuw hadden we die gehaald. Volgens mij het eerste jaar dat ze verkochten. Ja, en het is best wel bizar. Ik denk namelijk ook dat ze volgend jaar niet meer verkocht worden. Aangezien, als je op de achterkant kijkt, bij deze kerels, staat er ook Kat F3 op. Heel vreemd. Maar goed, hij is wel degelijk door de keuring gekomen in Nederland, want er staat Nederlandse tekst op. Bovendien was hij ook verkrijgbaar bij de Zena dealers. Welke was dat ook weer? Intratuin. Ja, Intratuin had hem. Intratuin had hem onder andere natuurlijk de Zena winkels in Nederland. En ik heb hem niet afgestoken omdat we er gewoon niet aan toe zijn gekomen. We hadden zoveel compounds met oud en nieuw, waardoor we deze eigenlijk nog over hadden. Ik dacht, daar maak ik een losse video van. Tot de dag van vandaag. Ik ga hem even openmaken. Nou, laat maar even zien hoe ze eruit zien. Zo. Moet je kijken hoe groot die dingen zijn, Gik. Ja, man. Maar ze zit ook vast aan het karton, man. Jezus. Je zou er bijna wat anders mee doen als je een vrouw was. Wat? Even kijken, even voor de improvisatie, mensen. Moet je kijken hoe groot die is. Heel bizar dat die wel mag. Mega tunne kings. En ik weet dat ze heel ziek zijn. Ik heb het ook gehoord namelijk in video's van andere mensen. Alleen om hem echt zelf te horen los op beeld is natuurlijk altijd anders. Was het nou sier of saluut? Dit is sier inderdaad. Ik vraag het wel, maar het staat hier letterlijk white and green glitters. Glitter. En we hebben volgens mij ook Tunne Kings, die heb ik in mijn zak. Gaan we even wat vergelijken. Maar moet je eens kijken, het verschil. Je moet het verschil zien. Je zou toch haast niet verwachten of denken dat deze legaal zijn, maar goed. Kennelijk dus wel. Hier een normale Tunne King. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe ze er van binnen uitzien. Hij is benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Oké, ga maar. Dat zei ik 25 ook gisteren. Nou, hoe ziet hij er van binnen uit, jongen? Zit er geld in? Ja. Hier, de helft is leeg. Ja, zeg gelijk jongens. Ik koop deze handel, hij is me zo groot. Yes, daar gaat de eerste mensen. Zena Shellkit, zetten we even neer. Ik zeg, prepareer hem even daar neer. Ja, kom maar mee. Kijk, er kan je gewoon doorheen trekken. Ja, is goed. Top. Man. Let's go. Dat hij niet omvalt. Nee, dat gebeurt niet. Let's go. Yes. Ik zou hem wel iets wieler zetten. Hij plukt om. Ja, ik wil het zeggen, leden. Hij is sowieso harder dan die kleinere natuurlijk. Zo. Tunne kingetjes. Nou, kijk, die zijn echt klein, hè, vergeleken met die dingen. Je moet hem onder je voet vandaan. Ah, nee, joh. Vind ik zonde van mijn schoenen. Ja, moet je kijken hoe zacht hij is in vergelijking met die... Ja, mooi. Maar hij ging echt hard, hoor, die kat 3. Mooi. Oh, is dat nog een knettertje? Klein knettertje. Next. Yes? Yo. Valt niet mee. Let's go. Hoor ik daar? 3-2, zo, hoppa! Kijk. Kleinere zijn natuurlijk veel zachter dan die grote. Dus. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat die Zena Shellkit volgend jaar niet meer legaal is, man. Hij ging wel hard. Klopt, zeker. Zeker als je ze vergelijkt. Maar ik denk dus dat de Zena Shellkit volgend jaar niet meer door de keuring komt. Ik denk het ook niet, maar zeker een aanrader als je naar En dan haal ik er wel wat meer. Klopt. Laat even weten of jullie ook de Zena Shellkit hebben gehad. Want de knallen die er vanaf komen zijn echt ziek. Dus als je hier kan zien, moet je kijken in die gracht. Lijkt alsof daar een mat is afgestoken. Een mat is afgestoken in het water.
In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij gaan nog even door met stoken, dat zien jullie volgende week. Zoals ik al zei, we hadden wat problemen met uploaden, maar die zijn nu verholpen. Dus gewoon iedere week een video. Ik hoop dat jullie dat vet vinden. We gaan gewoon door, zoals altijd eigenlijk. Wij stoppen namelijk niet. Maar misschien kan er wel eens een keertje een zondag voorbij komen dat we niet uploaden. Dat kan zomaar voorkomen. Alleen hoe het er nu voor staat, volgende week gewoon weer video om 12 uur. Ik zie jullie bij de volgende video. Later jongens.